Wil je mama helpen? Een officiële hangdag. Hopla. Proost aan. 1, 2. Leuk dat papa? 1, 2. Lampjes hangen van de kerk. Dat is de haartjes kammen. Had je oud gedaan? En haar pluishaartje. En zijn haarwandjes. Deze jurk van haar. Dat je het bent. Want dit zegt het verhaal. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Waar zijn de bellingaars? Familievlogs. En jawel, het is maandag 6 januari 2020. 7:30 morgens. En het is weer tijd om Woezel en Pip uit te laten. En Luan en Lucilla naar school te brengen. Ik laat de hondjes even uit. Oké. Kijk, daar is mijn zoon. Goedemorgen, jongen. Lekker slapen? Ja, hoor. Je broodje staat op tafel. En daar, lieve Lexie. Goedemorgen, lieve Lexie. Ook jouw broodje staat op tafel. En daar is mooie Lucilla en mama. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is vandaag weer wakker worden met de wekker. Moet ik zeggen dat ik al wel een tijdje wakker ben met Luxie. Luxie die moest een beetje spugen vannacht. Dus die is al een hele tijd wakker. Ik heb met haar even in bad gezeten. Ik weet niet zo goed wat ze precies heeft. Maar volgens mij heeft ze gisteren gewoon een beetje potwater doorgeslikt of zo. Omdat ze iedere keer... als ze drinkt, moet ze het water weer spugen. Of als ze melk drinkt, moet ze weer spugen. Maar volgens mij gaat het nu wel beter, Liefie. Ze heeft geen koorts. Ze ziet er niet echt chiekjes uit of zo. Ze voelt zich prima. Ze moet iedere keer spugen. Dus we hebben het bed weer verschoond. En was weer gedraaid en dat soort dingen. Dus wij zijn al een tijdje wakker. Alleen Lucilla en Luan, die konden vandaag niet echt uitslapen, jongens. Dat ging, ja. Dat was weer een beetje vroeger wakker worden dan ze gewend zijn in de kerstvakantie. We hebben natuurlijk net 2 weken kerstvakantie gehad. En vandaag gaan ze weer naar school, dus komen jullie lekker aan de tafel zitten. Hebben jullie een beetje zin om naar school te gaan? Ja. Nee, Luan niet? Is jij wel? Ik een beetje. Een beetje. Ja, het is toch wel leuk om weer de vriendjes te zien en de vriendinnetjes. Ja, ik wou dat... Weet je wat ik graag wou van school? Nou. Dat we 5 dagen naar school gingen, maar dat alleen maar korte dagen waren. Ja. En dat we dan 2 keer vrij hadden. En als we bij alle vakanties 6 weken vrij hadden. Dat zou wel een lekker troeprooster zijn, hè, jongen? En mama, ja, weet je dat ik een beetje vind? Soms moet ik heel lang op de stoel blijven. En ik mag liever eraf. Als je op school zit, moet je heel lang op de stoel blijven zitten. Ja, maar mag ik liever eraf. Ja, jij kan niet zo goed stilzitten, hè? Wel. Ja? Weet je niet een klein beetje een wippel komt? Nee. Oh. Oké. Okay. En mama, weet je wat ik van school dacht? Maar dat het 5 keer vrij was op lange... Ja! Luxe. En 4 keer. Ah, dat je maar 4 dagen naar school hoeft in plaats van 5. Maar jullie vinden het toch wel weer leuk om de vriendjes en vriendinnetjes te zien op school? Ja. Toch? En de juffrouws? Jullie hebben hele lieve juffrouws. Ja. Maar ik snap heus wel, ik had het vroeger ook, als ik dan vakantie was afgelopen, was dat altijd weer jammer. Want je hebt het altijd gezellig gehad op vakantie natuurlijk. Heel veel plezier op school en mama is benieuwd naar al jullie verhalen als jullie straks thuiskomen. Goed? En? Bloed. Bloed? En? Dan gaan jullie nog even in mijn vriendenboek schrijven en dan moeten we... Nog even mijn naam opschrijven en mijn vragen even doen. Ja, dat is goed. Dat kunnen we doen als jullie straks weer thuis zijn. Veel plezier op school. Dankjewel. Doei. De tas? Papa, die staat ook leuk. Ja, die heeft papa in de auto. Ah, mooi. Doei. Doeg. Doei. Schooltas heb jij, hè? Ja. Doeg. Dankjewel. Doei, doei. Tot straks. Ja. Doeg. Zo, ja. Doet. Zo, nou. Luxie die... Luxie die is... In slaap gevallen op mijn schouder. Kijk. Ze is natuurlijk al de hele tijd wakker. Vannacht. Dus ja, wat logisch dat ze moe was. Ze is zo moe dat ze gewoon op mijn schouder in slaap is gevallen. Terwijl ik met de kinderen aan het ontbijt bezig was. Dus ik ga even lekker met haar op de bank zitten. Zodat ze even lekker kan verder slapen. En oh, schatje. Even een slaapje uit kan slapen. Uitrusten vandaag. Hè? Luxie die ligt even lekker te slapen. En dat geeft mij even de tijd om en de was te doen, haar papa. Ja,
Ik zit daar de was te doen. En eventjes dit weer op te ruimen, want overal is het één grote zooi met alle kleren. Dus ik ga even de klerenkast er even helemaal uitmesten. Even kijken wat ze niet meer past, want Luxie is al best wel weer veel gegroeid. Luan trouwens ook. Luan heeft opeens hele lange benen gekregen. Dus vanochtend had ik hem een broek aangedaan waarin hij hoogwaterpijpen had. Dus die moet ik ook weer even aanpassen, of die klerenkast even aanpassen. En dit even allemaal opruimen, zodat we weer even een wat beter plek hebben. En overzicht hebben van wat we allemaal nog hebben. En dat weer netjes in de laken. Want dat is natuurlijk één grote zooi. Wat het is geworden. Pinnetjes in de laatste heeft nu trouwens maatje 86. En maatje 80, dat is dat. Dat past er gewoon niet meer. Daar krijgen ze gewoon te lange benen voor. Dus die halen we uit de kast. Nu op Lucilla's kamer is Lucilla's klerenkast aan de beurt. Want dat is ook een zooitje. Van Lucilla ook weer opgeruimd en dat is dan wat klein. Oh, schatje, Luxie die is weer wakker. Maar Luxie is nog steeds niet helemaal op het dop. Dus ze heeft een beetje een hangdagje en het is niet erg. Maar ik moet nog wel even de klerenkast van Luan doen. Want ik had die van Lucilla en van Luxie had ik al gedaan. Maar ik wil ook nog even Luan zijn klerenkast opruimen, schatje. Wil je mama helpen? Ja? Ik wil mama even een beetje met mama heen zitten. Kijk, want hier hebben we de klerenkast van Luan. Deze. Tada. Kijk, dit valt nog wel mee. Bovenaan daar buiten, omdat ik nog even moet selecteren. Dus dat valt op zich maar mee. Maar hierboven. Kijk. Daarboven zit nog wel een rotzooitje. Dus mama wil ook even de klerenkast van Luan opruimen. En deze broek, die had ik hem vanochtend aangedaan. Deze broek. Maar die past hij niet meer. Dan had hij echt de broek tot de enkels zitten. Dus Luan heeft volgens mij echt zo'n vette groeispurt gehad of zo. De kerstvakantie. Hij is er opeens heel erg lang geworden. Dus ik moet even kijken welke kleren echt te kort zijn. Zodat ik een beetje overzicht heb wat hij nog heeft. Luan heeft trouwens nu 110, 116. Maar nu is echt geen 110 meer. Het is echt volledig 116 nu dus. Deze broek was nog 110. Dus die is echt nu te klein. Dus die ga ik eruit halen. En al die andere spullen ook nog even eruit halen. En dan gaan we eens even de balans maken van alle kleren. Ja, ja. Oh. Wordt wel een lichtelijke uitdaging met Peppekin hier. Oh, schatje. Aangezien ze alleen maar wil hangen bij mama. Och, liefie. Is het vandaag een officiële hangdag? Hé? Liefie. Hey, wil je op de bank zitten dan? Wil je even bij mama op Hopla kijken op de iPhone? Ja? Oké, ga mama even de iPhone pakken, goed? Mag je even Hopla kijken? Ga mama even pakken, ja? Dit zijn nog schone kleren van Luan die nog op de bank liggen. Die moeten er ook nog in. Die komen net uit de was. Papa doet de was hier in huis. Papa is onze wasman. Dus we gaan dit er even opruimen. En even de iPhone pakken voor Luxie, zodat ze even lekker Hopla kan kijken. Kindertjoep erbij. Lang leven de kindertjoep. Hopla. Nederlands. Nou. Wat is het nou? Zullen we een eindje doen dan? Of Juf Roos? Nee? Kijk te liggen. Wil je Bomba? Wil je alleen Hopla? Nou, doe toch maar even de normale YouTube. Leuk stuks. Hopla. Luxie wil alleen maar Hopla kijken bij mama aan de borst. In dat opzicht ben ik nog best wel blij dat ik nog steeds borstvoeding geef. En dat is niet meer heel erg vaak. Ik probeer het nu echt te beperken tot alleen de ochtend en de avond. En alleen maar in huis. Dus dat ze ook leert dat ze dat niet meer openbaar mijn trui naar beneden trekt, zeg maar. Dat snapt ze in principe nu wel een beetje. Al is het er niet altijd mee eens. Dat is soms nog best lastig. Maar vooral op dit soort dagen dat ze eigenlijk niet zo heel erg lekker is. En eigenlijk niks eet. Want vanochtend wilde ze geen brood. En ik had haar druifjes gegeven en dat spuugde ze meteen weer uit. Dus dan ben ik wel heel erg blij dat ik nog steeds borstvoeding kan geven. Dat ze wel wat binnenkrijgt. En ze heeft best wel veel troost aan.
Alleen heel handig is het niet. Want ik wil eigenlijk die kast van Luan opruimen. Dat gaat een beetje lastig op het moment. Als ik haar neerzet, dan... Ga je naar mama kijken als mama naar de kast gaat opruimen? Nee? Oké, mama zit hier naast je. Goed? Blijf mama even bij je zitten. Zo? Kijk, gaan we hier Hopla neerzetten. Zie je Hopla? Kijk, mama gaat de kleren van Luan even in de kast leggen. Dat zijn Luan's onderbroeken. Kijk. Niet leuk? Vind je niet leuk? Nee. Mama doet niet zo raar. Mama gaat even de onderbroekjes in de kast leggen van Luan. Goed, oké. Kan jij even op plek kijken? Kusje. Zo. Kijk, mama is gewoon hier. Zo, onderbroekjes in de kast. Dan even alle kleren opruimen. 1, 2. Boom. Doet mama nou? 1, 2. Doet mama nou? Kijk wat onpast en wat niet meer past. Van Luan. Dit, mama! Ja. Hopla. Kijk, je mag Hopla kijken, goed? En tada, ook Luan's klerenkast heb ik helemaal uitgezocht. En dat zijn zijn kleren die niet meer past. En Luxie zit gelukkig nog lekker een YouTube-filmpje te kijken. Zo, de 3 vuilniszakken van de kinderen die zijn gesorteerd en gevuld. En ik ga eens even kijken naar boven. Hier hangt er trouwens ook nog allemaal was. Maar die moet nog drogen. Want Luxie is naar boven gedribbeld. En Daniel zit hier boven te werken. Ja. Want het is natuurlijk de maandag. Het is een beetje Daniel's werkdag boven. En tada! Kijk, wie zit er op schoot? Alexie aan de bonnetjes aan het selecteren. Ja, dan gaan we hangen bij papa. Ja, dat kan ook, hè? Oh, hey. Boekhouding doen, nou. Dus even iets anders hangen bij papa dan bij mama. Ja. Maar dan vindt ze het ook fijn, hè? Leuk toch, bonnetjes plekken. Hè, Alexie? Deze had hem al gehad. Buurvrouw had de pakketjes gebracht, hè? Ja. Vindt het leuk bij papa? Ja, papa wil helpen, hoor. Papa, hè? Lekker papa hangen met helpen, papa. Ja. Kijk. Daar vrolijk ze mee op. Nou, terwijl Luxie nog even lekker bij papa hangt en hij heeft de boekhouding en alles doorwerkt, ga ik even verder met al die andere tierenlantijntjes in het huis. Want het is een beetje een roezemoesje rommeltje geworden. Ik was eigenlijk bezig met de klerenkasten, maar ik zie nu ook weer dat er ook wel van alles speelgoed ligt waarvan ik denk... Ik moet trouwens ook nog de gymtassen voor de kinderen klaarleggen, want die hebben kerstvakantie gehad en dan moet je altijd de gymtassen mee naar huis nemen. En dan weer wassen. En dan weer meegeven naar school. Dus ik heb er net even weer schone gymspulletjes in gedaan voor Lucilla. Moet ik ook nog even voor Luan doen. Even klaarleggen dat ze dat zo mee naar school kunnen nemen morgen. Ik ga nog even verder. Want ik heb nu weer eventjes lekker mijn handen vrij. De kerstboom van Luan's kamer die zit ook in de vuilniszak. Die kan weer de schuur in. En ondertussen is Luxie even lekker aan het spelen. Hè, Luxie? Ja, met de speeltuin. Is dat een mama? En gaat hij van de glijbaan? Of gaat het kindje? Gaat hij van de glijbaan? Dat is eigenlijk Luan's Playmobil. Maar ja, Luxie vindt het ook hartstikke leuk om met de speeltuin te spelen. Ja, 1, 2. Joe! Zo, die ging snel. We gaan lekker verder spelen, schatje. Mama die gaat nog even de kerstboom van Lucilla's kamer afhalen. Tussen de vuilniszakken door. Kijk, ook Lucilla, de versiering van de kerst ga ik even weghalen, omdat het nu toch januari is. En dan kan het weer in de schuur voor volgend jaar. Nou, de kerstboom is ook weg. Poppenhuis ook weer terug op zijn plek. En ik heb Luxie eventjes hier neergezet. Met mij op de kamer hier, want ik ga hier even verder. Kijk, en ze zit nu heel erg schattig een filmpje te kijken onder het bed bij Lucilla. Ja, een mooi filmpje kijken. Nou, kan ze zich hier nog even vermaken. Ik laat trouwens deze lampjes hangen van de kerst. Want ik vond ze wel heel erg leuk hieronder bed van Lucilla. Want daar hadden we niet echt lampjes of zo. En ik vond het wel heel erg leuke lampjes. Dus ik laat die wel lekker hangen. Kan ze lekker aandoen als ze beneden gaan spelen hier. Want hier spelen ze heel erg veel hieronder. Kijk, daar hebben al die poppen. Vind je die saai? Ja.
Wil je een andere? Go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round. Town. Ja, de bus is Engels. Ja, dat is een van de redenen dat Lucilla al heel goed Engels kan. In ieder geval heel goed kan verstaan. Ze best wel veel woordjes ook kent. Omdat Lucilla ook heel veel dit soort filmpjes kijkt. En Luxie vindt het volgens mij ook wel interessant. Ja, de bus. De dood. De dood. Nou, ik ga er even snel verder. Want ik wil dus eigenlijk dit allemaal een beetje opruimen. Dit. En dat. Omdat het echt heel veel rotzooi op één hoop is. Het ziet er ook niet uit. En ze spelen eigenlijk ook niet meer mee omdat het zo'n rommel is. Ze gaan even een beetje ordenen waar ze nu mee spelen, doen we weg. En even alles weer een beetje netjes neerzetten. Dus dat kan ik mooi even doen, terwijl Luxie even een filmpje kijkt. Zo, weer een tijdje verder. En tada, ook de boekenkast en de speeltjes die zijn weer netjes in de mand. En de boeken weer netjes in de kast gezet. En ondertussen is Luxie hier gaan spelen. Zo vindt ze iedere keer weer wat anders om te spelen. Dan heeft ze hier een pop gevonden. De haarpop van Luxie, of van Lucilla. Zo, kijk. En nou kan je de haartjes kammen. Ja. Doe nu maar de haartjes kammen. Huh? Vindt Luxie ook leuk, hè? Ja, dat kan ze ook heel goed. Goed zo, Luxie. Dat is de haartjes kammen. Huh? Ja, heel goed. Weer de ziekje erin. Zo, Luxie. Weer een stoere motor gevonden van Lua. Mooie motor, hè? Ik vind de motor heel mooi. Ja, maar hey. Zet hem zo neer. Zo, ga zo. Komt ie, hè? Oh, oh. Oh, nee. Hij staat op de standaard. We hebben zin in twee lekkere kuppersoepjes. Dat drinken Farah en ik ook graag. En dan hebben we een lekker broodje eten met mijn meisjes. En ik heb een lekker kuppersoepje gezongen. Ja. Dus ik zeg, is smakelijk. Is smakelijk. Een nieuwe mus. Wil jullie eventjes laten zien wat voor leuke dingetjes ik weer voor de kids in huis heb gehaald. En ook voor mezelf trouwens. Wat nieuwe kleren betreft. Luxie heeft de schoentjes al aan. Want die vond ze heel leuk. Die heeft ze meteen gepakt. Luxie, wat zijn jouw schoenen? Kijk, dat zijn Luxie's schoentjes. Echt super schattig. Zo'n leuk bont laarsje. Met lekkere goede zolen eronder. En er zit ook een beetje bont aan. Ik vond het ook een heel erg leuk kleurtje. Ik heb ook een beetje... Ja, ik zie ze, liefie. Zetten ze lekker. Goed zo. Een beetje dezelfde soort voor Lucilla. Lucilla heb ik alleen niet voor bont. Ja, ik kan niet meer hetzelfde doen, want die maten die zijn niet meer hetzelfde. Maar deze had ik voor Lucilla. Voor Luan heb ik eigenlijk helemaal niet veel. Want ik kon helaas bij pindakaas niet zo heel veel vinden bij deze bestelling. Dat was van H&M. Dus ik heb even deze broek vond ik nog wel leuk voor hem. Maar goed, dat komt de volgende keer wel weer. En hij in principe heeft hij ook nog wel het een en ander in de kast liggen. Maar ik zal jullie even heel vluchtig laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Ik ga niet te langdradig maken. Dus voor degenen die het helemaal niet interessant vinden, spoel even lekker door. Maar ik ga er wel even wat vlugjes doorheen. Zodat degenen die het wel leuk vinden, een klein beetje inspiratie heeft opgedaan. Of wat ik weer heb gehaald. Of als je het gewoon leuk vindt om te zien. Ik ga jullie even neerzetten. Zo, had je oud gedaan? Kusje erop? Kusje erop. Ga je mama meehelpen de kleedjes laten zien? Ja? Oké, kom. Gaan we hier zitten. Mama. Wat heb ik allemaal voor Luxie gehaald? Die schoen. Ja, ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Ik heb deze schoenen voor mezelf gehaald. Ik heb eigenlijk nog nooit dit soort schoenen gehad. Maar omdat ik voor Lucilla heb ik ook vaak dit soort schoenen. Ik dacht, misschien is het wel leuk. Maar ik ga ze passen. Ik ben alleen nog niet over uit of ik deze ga houden. Maar goed, dat zien jullie vanzelf wel. Ik wil eerst even beginnen bij Luxie. Want wat heb ik allemaal voor Luxie gehaald? Kijk eens, liefie. Voor Luxie in ieder geval weer allemaal leuke nieuwe haarbandjes. Luxie heeft gewoon nog niet zo heel veel haar. Kijk, dit zijn haar pluishaartjes. We noemen haar heel vaak pluisje daarom. Omdat ze echt van die pluishaartjes heeft. En daarom vind ik het... Zo, even neerzetten. En daarom vind ik het altijd heel erg leuk om Luxie toch wel een soort van haarbandjes op te doen. Omdat ik het gewoon heel erg leuk vind. Ik vind het... Kijk aan Luxie. Ik vind het gewoon iets heel... Ik vind het gewoon iets heel aandoenlijks hebben als ze haar haarbandjes op heeft. Dus vandaar dat ik weer wat nieuwe haarbandjes heb. En dat zijn deze. Voor Luxie heb ik als eerste natuurlijk, ja, heel saai. Dit zijn allemaal rompertjes. Omdat de rompertjes die ze nu aan heeft een beetje krap zijn. Maar die zal ik jullie allemaal besparen. Zijn gewoon witte rompertjes. Ik heb wat basic leggingjes of majootjes. Die ze straks aan kan doen onder de jurkjes. En dit vind ik ook wel heel grappig. Het is een gebreide truitje met een gebreide broekje erbij. Is gewoon een lekker chill pakje. Dus die vond ik wel leuk. Wat ik vaak ook eigenlijk bijna altijd dan naar kijk zijn de setjes. En dit is een setje met een
jurkje eronder, zeg maar. Dus de legging en jurkje. En dan heb je ook zo'n leuk bandje die dan bij het broekje past. Dat vind ik ook altijd super leuk staan. Dus dit setje en een lekker chill pakje met balletjes. Gewoon heel simpel roze met balletjes. En deze is ook nog met een haarbandje. Dus meer een beetje een soort blouseje. Met een haarbandje erbij, bijpassend haarbandje. En een broekje, leggingje met konijntjes erop. Dat heb ik voor Lucy. En voor Luan had ik dus die broek. Oh ja, en al deze haarbandjes. Super leuk. Dit is zo'n hoofdhaarbandje, iets wat dikkere. En dit zijn 3 wat kleinere haarbandjes. Bijna altijd heeft ze wel haarbandjes op. Dan moet ik zeggen dat ze ze heel vaak aftrekt. En als ze gewoon zo vaak thuis zijn zoals nu. Vanochtend had ze een haarbandje op. Maar ja, ze trekken natuurlijk heel vaak af. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Maar goed, ik vind het wel altijd leuk om haarbandjes bij haar outfit te hebben. Die een beetje bij de outfit passen, zeg maar. Dan voor Lucilla. Even kijken. Dat heb ik hier. Ook voor Lucilla. Ook gewoon weer heel veel sokken. Leggings en maillotjes natuurlijk voor de basis. Maar vooral dit is altijd heel erg leuk. Deze kleur vind ik super leuk. Het is een beetje een wat korter truitje ook. Dus gewoon lekker een truitje met langere mouwen. Een basic roze truitje met van die leuke roezeltjes. En deze vond ik ook wel heel leuk. Een beetje zo'n net blouseje is dit voor bij een leuke broek. Deze broek vond ik de kleur ook wel heel mooi. En volgens mij zijn de pijpen ietsjes wijder. Tenminste, dat dacht ik te zien op het plaatje. Dit moet dus, als het goed is, als ze het leuk vindt, mag dit haar verjaardagsjurk worden. Want zoals jullie weten is Lucilla bijna jarig. 17 januari. Volgens mij is ze in deze vlog al jarig geweest. Of is het nu 17 januari nu deze vlog online komt? Ik weet het eigenlijk niet. Maar goed, als ze nu vandaag dus jarig is, toevallig, dan weten jullie dat. De 17 januari is ze jarig, maar voor ons is het nog niet. Dus ik had deze jurk voor haar gekocht. Misschien vindt ze het wel leuk. Ze is helemaal gek van glitters, zoals jullie weten. Dus ik dacht, dat moet vast goed komen. Nou, een basic zwarte broek. Gewoon heel basic zwarte broek is dit echt. En dan nog basic leggings. Als een setje van 2 die bij elkaar zitten. En dan deze legging met dit jurkje. Ook dit was weer een setje. Zo, die hoort erbij. Een ballenjurkje met deze legging. Er zat alleen geen haarbandje bij, volgens mij. En deze leuke trui. Kijk. Leuke trui. Met leuke zachte tintjes. Ik vind deze tintjes altijd heel erg leuk. Staat Lucilla ook goed, vind ik. En een basic shirtje met vlindertjes. Vlindertjes aan de onderkant. Gewoon voor leuk voor op een broek. En dan nog wat leggingjes. Dat was voor haar. Voor mij... Ja, die zijn voor Lucilla, hè. Die moeten we straks even passen. Voor mij had ik 2 spijkerbroeken. Simpele spijkerbroeken. Niet zo heel veel bijzonders voor jullie misschien. Die ga ik nog even passen, want ik weet niet of ze passen. Het zijn 2 dezelfde modellen, maar dan iets ander kleurtje. En ik heb nog wat leuke truien en shirtjes. En vest. Kijk, dit is een hele vest. Dit is een vest met panterprint. Leek me wel heel erg leuk. Straks ook weer als het wat kouder wordt. En dan heb ik hier zo'n wat chiquer dingetje. Geen idee of dit past of wat staat. Moet ik nog even kijken. Maar dat is zo'n... Luan en Lucilla noemen dit een rompertje. Maar dit is zo'n bodystock ding of zo. Ik weet niet precies hoe je dat noemt. Maar moet ik nog even kijken of die past. Heel handig, want dan gaat het niet uit je broek. Als je een truitje in je broek wil doen. Een basic shirtje. Wat is het, liefie? Papa. Wil je naar papa toe? Ja. Oké, wil je zelf naar papa toe? Ja. Oké, nou ik ga even Luxie naar papa brengen. Daar was ik weer. En nog een lekkere grote oversized chill trui. En een zwart basic truitje. Ook altijd fijn en handig. Oh, ben je er weer? Ja. Ben je er weer? Oh, ik schrik je weer naar buiten. Ja. Oh, mijn liefie, we gaan zo boodschappen doen. Goed? Mama gaat er even alle kleedjes laten zien. Sorry als het een beetje rommelig is allemaal, maar goed. Mama. Ja, deze. Een beetje een bordeaux rood truitje. En dit is echt een... Ik vond het kleurtje wel leuk op de foto. Heel fel kleurtje. En deze vond ik ook wel heel leuk. Dus echt zo'n roze... Zo'n roze suikerspinnen trui, zeg maar. Ik weet niet of jullie hem goed zien, deze. Die vond ik ook nog wel grappig. En die. Die grijze. Mag mama die laten zien? Ja. Ja? Die past jou niet, hè? Die is van mama. Een lichtgrijze, lekkere, warme, wollige trui. Nou, ik ga het eventjes allemaal opruimen. Allemaal in de klerenkast leggen. En dan gaan we zo eerst even boodschappjes doen. Want we hadden nog steeds geen boodschappen gedaan van dat we toen we terug waren van vakantie. Dus we hebben niet zoveel fruit meer in huis. Niet zoveel groenten meer in huis. En verse dingetjes in huis. Dus dat gaan we zo eerst even doen. En daarna gaan we lekker door de kinderen ophalen van school. En ik ben heel erg benieuwd naar de verhalen waar ze altijd mee thuiskomen. Naar
zo'n week vakantie of 2 weken vakantie. En dan komen ze altijd vol verhalen thuis. Dus die zijn opruimen en dan even boodschappen doen en de kids ophalen van school. Zo, Luxie, wat zie je papa? Nou heb je nieuwe schoenen gekregen. Wauw, wat mooi zeg. Wat een mooie stappers. Gaan we even naar de supermarkt? Met je nieuwe schoentjes, hè? Mooi, ja. Zijn je heel mooi. Lopen ze lekker? Op naar de auto. Gaan we even naar de supermarkt een boodschapje doen. Hallo meisje. Eerst aan de kruidvat. Eerst aan de kruidvat. Nou, zal ik ook nog die wasjes achter meenemen? Die zo lekker naar bloempjes ruikt. Kijk eens, ik zie. En ik heb daar extra geurballetjes voor in de wasmachine. Zo, nou Luxie, ga je even naar de kassa? Oh, nou, een lekker stukje van. Kijk eens, Luxie. Wil jij een lekker mandarijntje? Van Frank en Jan. Zo lief. Zo, nou Luxie. En alles op de band, hè? Hey, ze hebben hier nu geen fruitminis meer, maar aquaminis. Wat wil je daar weer voor sparen, Luxie? En het is tijd om de auto nog even vol te tanken. Dan kan die weer. Wij zijn weer thuis en de kinderen hebben ook opgehaald van school. En kijk, wie is hier weer thuis? Luan en Lucilla. Lucilla, hoe was het op school, liefie? Leuk. En Luan was even iets aan het doen. En Luan moest heel nodig plassen van school, hè? Dus die zit even op de wc. Want die zegt tot klaar. Oh, klaar. Hey, schatje, hoe was het op school? Lekker. Ja? Was het leuk? Een beetje. Een beetje? Vertel. Nou, eigenlijk moest ik veel lang zitten. Moest je lang zitten? Heel lang. Moest je heel lang zitten? Bij de vrijwinkel pakken, bij Pim moet ik zitten. En wij allemaal zitten bij elkaar. Dat duurt wel heel lang. Dat duurt het heel lang. Ja, stilzitten vindt Lucilla een beetje lastig af en toe. Helemaal naar de vakantie, waar ze helemaal niet hoeft stil te zitten. Maar heb je wel lekker gespeeld met je vriendinnetjes? Ja. Ik hoef een toetje en Pip ook niet. Luxie die brengt toetjes. Ik hoef niet Pip ook. We kunnen nog wel toetjes eten, want we hebben nog heel veel toetjes over van de vakantie. Dat is misschien nog wel lekker. Zullen we een toetje eten dan? Ik heb ook nog wel een lekker toetje in de koelkast staan. Heel lekker. Lust jij misschien ook wel? Ik weet niet of jij... Ja, misschien. Het is moes. Het is een... Kijk, het is de koelkast. Dus hebben we nog best wel wat dingetjes over van de kerst en zo. Zoals dit soort toetjes. En... Oh, deze vind ik zo lekker toetje. Dit is chocolademousse, was dit. Dit, oh, dit is zo lekker. Ik denk dat ik deze gewoon ga opeten. We hebben vaak aan het eind van de dag... Wij eten eigenlijk nooit toetjes bij ons avondeten. Want dan zijn de kinderen moe en heel lang aan tafel zitten met de kinderen. Dus het wordt hem nooit echt. Dus dan gaan ze altijd naar bed. Dus we hebben nooit eigenlijk een tijd voor een toetje. Dus vandaar dat ik misschien wel nu even een toetje... Hey, jongen. Kijk, hier hebben we hem. Hier hebben we hem. Je moet even naar de wc. Dat gaat goed, hè, jongen. Was het leuk op school? Ja. Ja? Wat heb je allemaal gedaan? Mama, kom even een motor. Heel veel? Oh, er komt even een motor hier tussendoor. Wat dan? Was het leuk? Was het leuk om de vriendje van Nancy te zien? Ja. Wil je het in de vlog of uit de vlog vertellen? Uit de vlog. Uit de vlog. Nou, we gaan even samen lekker kletsen op de bank, hè? Ja. Luxie, wil jij proeven? Nee? Wil jij proeven? Nee. Jullie weten niet wat jullie missen. Wat dan? Heerlijk. Ik heb dat al eens geproefd. Oh ja? Nee, hou niet van chocola, maar zo. Moet je proeven. Het is echt wel lekker. Nee, weet je waar het naar smaakt? Nou. Het smaakt... Naar chocola. Ja, naar kinderchocola, hè? Voilà. Ja. Ik vertel eerst van school. Zal ik niet aankomen? Nee. Die heb ik. Pas helaas mee. Het hele clubje is weer thuis hoor. De gezelligheid is weer terug. De rust is gedaan. En de gezelligheid is er weer. Ondertussen lekker achter de pannen. We eten vanavond lekkere kipkorntjes. Dat zijn deze dingen. Die vinden de kinderen altijd heel erg lekker. Met lekkere boontjes en krieltjes. En ondertussen zijn de kids nog aan het spelen. Volgens mij is Lucilla op de camera aan het spelen. En Luan en Luxie die zijn Baby Shark aan het spelen. Ik ga je maar. Ja, ik kom niet.
Daar is Jacqueline. Zo, het bordje is klaar en de kinderen zitten aan tafel. Eet smakelijk. Jammie, heel smakelijk. Dat is een Luxie. Luxie probeert het op de lepel te doen. Heel goed, Luxie. Oh, ja. Ging bijna goed. Heel goed. Pak hem maar weer. Pak hem maar weer. Ja. Oh, je moet hij weer op het bord. En dan moet hij weer op de lepel. Oh, ja, lekker. Aardappeltjes. Ja, een lekker aardappeltje. Ja, lekker. Oh. Mama. Ja, moet ik je even helpen? Kijk, leg ik hem op jouw lepel. Zo. Nou, oh. Nog een keer. Lepel. Boontje erop. Boontje erop. Zo. Nee, geen boontje erop. Aardappeltje erop. Tatje, ze noemt het tatje. Dat is prima. Tatje erop. Zo. Nou. 1, 2. Ja! Ja! Bingo! Bingo. Zo, wij gaan lekker ons maaltje opeten. Vond je nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. En we zien jullie graag morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen! Tot morgen! Tot morgen! Voeg je hart, boem boem mee, feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee, dans mee en blijf.